Odi, de negatieve reeks is nog altijd niet doorbroken. Hoe kijk jij terug op het afgelopen duel? Je verliest denk ik vrij terecht. Komt vroeg op 1-0 voorsprong, maar bent gewoon overklast door hun individuele kwaliteiten. En terecht verloren. Alleen bij Vlaag hadden wij wel, vooral op onze eigen prima positiespel. En dat is misschien wel het enige positieve wat we kunnen meenemen. Ja, ondanks dat er in de tweede helft de meeste goals nog vielen, hadden we best veel de bal. Kwamen alleen moeilijk tot aanvallen. Nee, dat zeg je goed. De eerste fase en de tweede fase was vrij aardig. Hebben we ook teruggekeken met beelden dat het gewoon goed was soms. Het ontbrak eigenlijk in fase 3. Dus dat zijn voorzetten, schoten, acties, dat soort dingen. En daar hebben we veel aandacht aan besteed deze week. En het zou mooi zijn als dat er morgen uitkomt. Ja, want morgen komt de nummer 2 op bezoek. We hebben een redelijk zwaar programma. Niet in onze beste fase. Is dat dan een zegen of een vloek om die wat betere tegenstanders tegen te komen? Ja, het is wel zo gezien dat in de competitie geen wedstrijd echt makkelijk is. Zwolle is een goede ploeg, maar hebben ook veel zwaktes. En daar weten we van. Dus er valt veel te halen. Maar dan moeten we natuurlijk wel zelf goed niveau halen. Ja, want wat mogen we verwachten morgen? Ja, Zwolle is een ploeg die vrij hoog speelt. Veel aanvallen, veel voorzetten. Overal 1-1 spelen. En we hebben daar een plan op bedacht. En het is aan ons om dat goed uit te voeren. Is het dan ook zo dat zo'n plan bijvoorbeeld in gezamenlijkheid wordt besproken en dat daar input bij komt ook vanuit de spelers? Ja, tuurlijk. Het is een plan en iedereen heeft daar een eigen invulling of een eigen bijdrage die kan meegeven aan de groep als we beelden hebben bijvoorbeeld. En op het veld worden de puntjes op de i gezet. Dus als iets niet klopt, wordt dat aangegeven. En zo gaat het eigenlijk elke week. Heel veel succes morgen. Dankjewel.